januari 2020 hebben we de klok stilgezet. Vanaf februari 2020 zijn we aan de slag gegaan met alle klokken. Dat zijn er de 49 en die zijn allemaal gerestaureerd. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit allemaal goed onderhouden blijft. Want het is echt een stukje geschiedenis van Leiden met een goede blik naar de toekomst. Ik vind het ook heel passend dat het Oekraïense volkslied natuurlijk is gespeeld net. Ook om ondersteuning te bieden voor de mensen die in de oorlog zitten. Ja, daar heb je tijd naar uitgezien, zal ik maar zeggen. En ik vond het ook echt wel even heel erg spannend. Want twee jaar hebben we erop gewacht natuurlijk. En uiteindelijk als je dan echt weer een keer... een officiële de inluiding kan doen, dat je weet van jongens, het is nu voor elkaar. Ik ben dan iedere woensdag te horen van 00:30 tot 01:30.